Welkom bij deze video Begrijpbaar Recht. In deze video behandelen we enkele beginselen van overeenkomsten. De contractsvrijheid, consensualisme, verbindende kracht en relativiteit. In een eerdere video binnen het privaatrecht zagen we de voorwaarden voor een geldige overeenkomst. In deze video gaan we wat verder in op die overeenkomstenrecht. Maar wat is ook alweer een overeenkomst? Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling waarbij één of meer partijen een verbintenis aangaan. Denk aan de overeenkomst tot het kopen van een auto of de overeenkomst tot het verhuren van een pand. Vind je de termen rechtshandeling, verbintenis en rechtssubjecten nog wat lastig? Bekijk dan deze video's terug. We gaan nu in op belangrijke basisprincipes van deze overeenkomsten. Let op, we hebben het hier over de algemene overeenkomst. Bijvoorbeeld de koopovereenkomst. We hebben het hier niet over bijzondere overeenkomsten, zoals huwelijken. Als we gaan kijken naar deze algemene overeenkomsten tussen rechtspersonen, dan zijn er een aantal principes of aantal beginselen van belang. Deze beginselen zijn de contractsvrijheid, het consensualisme, de verbindende kracht en de relativiteit. Eerst het eerste beginsel, de contractsvrijheid. Het woord zegt het eigenlijk al. Het komt erop neer dat mensen zelf vrij zijn om overeenkomsten te sluiten. Mensen zijn zelf vrij om te bepalen of ze een overeenkomst willen sluiten en dan ook met welke partij en welke inhoud ze overeenkomen. Dit is een belangrijk beginsel, want als mensen gedwongen zouden worden om overeenkomsten te sluiten, dan is het overeenkomst niet geldig. Dan het tweede beginsel, dat is het beginsel van consensualisme. Dit beginsel houdt in dat een overeenkomst in principe, in beginsel, vormvrij is. Dat betekent dat mensen zelf mogen bepalen of ze iets mondeling of schriftelijk overeenkomen. Dat is maar goed ook, anders zou je bijvoorbeeld voor iedere brood bij de bakker al een contract moeten tekenen. Uiteraard zijn hier wat uitzonderingen op. Een overeenkomst voor de koop van een huis bijvoorbeeld dient schriftelijk te gebeuren. Dit noem je dan formele overeenkomsten. Hierbij bepaalt de wet de vorm. Dan het derde punt, de verbindende kracht. Dit betekent dat partijen gebonden zijn aan de afspraken. Dit beginsel wordt ook wel aangeduid met het pacta sunt servanda beginsel. Dan het vierde uitgangspunt en dat is de relativiteit. Dit houdt in dat overeenkomsten in beginsel alleen rechten en plichten geven voor de rechtssubjecten die de overeenkomsten aangegaan zijn. Dat betekent dat een overeenkomst tussen mensen in principe alleen voor hun rechten en plichten geeft. Kortom, dat waren de belangrijkste beginselen bij het sluiten van algemene overeenkomsten. Bekijk de gehele afspeellijst privaatrecht voor een completer beeld. Bedankt voor het bekijken van deze video. Volg mijn kanaal om binnenkort meer video's te ontvangen over begrijpbaar recht.